De grote brand in een jachthaven bij Roermond afgelopen december was in 10 dagen tijd al de 3e brand in Midden-Limburg, waarbij boten en waterwoningen in vlammen opgingen. Inmiddels onderzoekt de politie 4 branden daar in de regio. 3 blijken sowieso aangestoken. Vanavond bewakingsbeelden. Wie of wat zit hierachter? Volgens de burgemeester van Roermond was de brand van dinsdagavond 16 december de grootste asbestramp in ons land ooit. De kankerverwekkende stof uit de daken van verbrande loodsen in de jachthaven verspreidde zich door de wind over de stad. En moest vanwege gevaar voor de volksgezondheid allemaal worden opgeruimd. Dit deel van de binnenstad gaat zo goed als op slot. Bewoners die het gebied uit willen moeten door speciale ontsmettingspunten. Basisscholen gaan dicht. De trein slaat Roermond over. En uitgerekend in de drukke periode voor kerst dagenlang lege winkelstraten. Dit is de plek waar alle ellende voor de stad begint. Jachthaven Het Steel, ook wel de Steelhaven genoemd, ligt op loopafstand van het centrum van Roermond. En langs deze doorgaande weg, de voorstad Sint-Jacob, stonden 6 loodsen. 4 aan deze kant en 2 aan deze kant van de weg. En die waren in gebruik als winterstalling voor 71 jachten van voornamelijk Duitse eigenaren. En een kwart van de eigenaren was Nederlands. Toevallige voorbijgangers leggen dinsdagavond 16 december, even na 9:30, vast hoe bij aankomst van de brandweer aan de achterkant van loods 4 de vlammen al uit het dak slaan. Binnen een paar minuten staat de boel in lichte laaien. Blussen om de loodsen te redden heeft geen zin. Besloten wordt om het vuur gecontroleerd te laten uitbranden. Van zowel de loodsen als de schepen blijft maar weinig over. Wij noemen dit Ground Zero. Er stond helemaal niets meer overeind, behalve 1 casco. En dat was het casco van ons schip. Ik heb gehuild als een kind. Compleet rouwproces waar je doorheen gaat. Ik kan het niet anders zeggen. Kijk, een schip is een deel van je leven. En dat is heel iets anders dan een huis of een auto. Maar er is ook indirecte schade. Je kunt zich daar bijna geen voorstelling van maken als je 3 dagen niks kunt. 7 medewerkers die 3 dagen thuis zitten. Dan hebben we het over 21 werkdagen. Ja, voor mij als zaak had dat een enorme impact. En denk eens aan een bakker, denk eens aan een slager, denk aan de grootgrutter. Wat daar aan voorraden gestaan heeft die die dag niet eruit komt. Want dat mocht dus uiteindelijk nagenoeg geen mensen stad in. Dat kost handen voor geld, klaar. De directe en indirecte schade loopt in de vele miljoenen. Grote vraag, hoe kon die brand ontstaan? Omdat van de 2 loodsen weinig tot niets is overgebleven, is het voor de forensische opsporing bijna niet te achterhalen wat nou de oorzaak is geweest van de brand. En dus wordt gezocht naar andere aanknopingspunten. En wat blijkt? Het camerasysteem op het terrein tegenover de loodsen heeft vlak voor de brand iets vastgelegd. Op deze plek is een auto te zien. Ja, mevrouw Dols, u bent hier vanavond met vragen over 4 branden, waaronder dus deze in Roermond. Dat is een heel grootschalig onderzoek naar brandstichting bij mogelijk alle 4 die branden. Maar om erachter te komen of en door wie er dan misschien brand is gesticht in Roermond, is het heel erg belangrijk om erachter te komen wie er in die auto bij die loods heeft gezeten. Ja, die auto heeft daar gestaan enkele minuten voordat een van de havenmeesters de brand ontdekte en alarm sloeg. Voor de duidelijkheid, de bestuurder van die auto hoeft niet per se betrokken te zijn bij deze brand. Hij of zij kan een goede reden hebben om daar aanwezig te zijn. Maar we willen natuurlijk wel heel graag horen wie die auto daar gezien heeft. We gaan kijken naar de bewakingsbeelden. Dinsdagavond 16 december zien we even na 9:30 s'avonds een auto stoppen bij de loodsen. Helaas valt de linkerkant van de auto net buiten beeld. Wel zien we dat de verlichting aanblijft. 4 minuten staat de auto daar stil. Waarschijnlijk met draaiende motor, want al die tijd blijven de lampen van de auto aan. Aan de passagierskant stapt niemand uit. Wat de bestuurder doet is niet te zien. Waarom stond de auto daar stil en is er toen iemand uitgestapt? Op dat moment was vanuit de auto nog niets van de brand te zien. De politie wil dus met spoed te weten komen wie er in die auto heeft gezeten. Die inzittenden kunnen met de brand te maken hebben. Anders zijn ze zeer belangrijke getuigen voor u. Ja, we willen heel graag met deze persoon in contact komen. Maar dat geldt ook voor de bestuurders van deze scooter en deze andere auto die de stilstaande auto voorbijrijden. Ja, we hebben hier de scooter die voorbij rijdt en dan hier dus nog een auto die langs die stilstaande auto is gereden. Dat zijn getuigen. En hier nog een keertje de beelden
van de auto waar het dus om gaat, die daar stil heeft gestaan net voor die brand. Stichting Bel de Tiplijn. De beelden zijn nu terug te kijken via de site. Wie zat er in die auto? Nou, deden we meteen na die brand ook al een korte getuigenoproep. Na die oproep meldde zich een hardloper. En die vertelde dat hij iemand heeft gesproken die ook wel eens belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Ja, dat was een man op een fiets. Hij en die hardloper die hebben kort met elkaar gesproken. Dat was vlakbij de Rode Brug naar Herten. Er was toen al brand, maar nog geen brandweer aanwezig. En die hardloper die meende in het donker te zien dat een school in brand stond. Maar die man op die fiets wist hem exact te vertellen dat het om die loodsen ging. En wat opvallend was, was dat hij opmerkte dat hij bij de brandweer zat, maar nu even geen dienst had. Dat verhaal hebben wij uiteraard gecheckt, maar de brandweer kan dat verhaal niet plaatsen. Nou, snapt het. We willen graag te weten komen wie de man op de fiets was bij de Rode Brug of wie hem ook heeft gezien. Of sowieso 16 december even na 9:30 nog langs de loodsen is gekomen. De jachthaven ligt op een soort eiland waar ook woonhuizen staan. En je kunt via de weg alleen maar bij die loodsen komen via twee aanrijroutes die we hier op deze kaart zien. Ja, we zijn benieuwd wie daar die avond voertuigen voorbij zagen komen die op een of andere manier opgevallen zijn. Bijvoorbeeld omdat er hard gereden werd. Ja, van de brand in Roermond is het dus de vraag of die is aangestoken bij drie andere branden in uw onderzoek. Staat dat zeker vast? En u kijkt nu ook of er een link is misschien tussen die zaken. Klopt. Het gaat om 4 branden in een periode van zo'n 5 weken. En ze hebben allemaal een soort kenmerk, nautisch thema, bootbranden. En dan in de meest brede zin van het woord. Ja, die branden hebben natuurlijk niet alleen grote schade veroorzaakt, maar ook voor de nodige onrust en angst gezorgd. En daarom willen wij de laatste ontwikkelingen rondom dit onderzoek ook communiceren, onder andere via social media. En dat doen we door mensen dat mee te krijgen. En we laten ze volgen via hashtag bootbranden. Die hashtag is dus belangrijk. Een reeks van 4 branden, zijn dat dan pyromanen? Dat weten we niks, maar we sluiten op dit moment niks uit. Maar we onderzoeken ook nog andere scenario's. We gaan kijken naar de sporen. De reeks begint in Herten, gemeente Roermond. Daar staat de avond na Sinterklaas op zaterdag 6 december rond 10:30 bij de scheepswerf Nautic Krekelberg aan de Hertenerweg een boot in brand. De boot gaat compleet verloren en hoewel het vuur overslaat op enkele andere boten, weet de brandweer zo'n 200 andere jachten te redden. Er staat al vrij snel vast dat de brand is aangestoken. En om erachter te komen wie dat heeft gedaan, is deze plek belangrijk. De eigenaar van de scheepswerf constateert 2 dagen voor de brand een gat in het hek. Hij laat het snel repareren. Maar op de dag van de brand ziet hij ongeveer 10 meter verderop opnieuw een gat. Wie heeft iets gezien van het maken van die gaten? Of iets anders opvallends op de avond van de brand? 4 dagen later, woensdag 10 december, wordt er brand gesticht in Ohé en Laak. Dat ligt op een kwartiertje rijden van Roermond. Rond 9:15 s'avonds worden van de 6 watervilla's hier aan de dijk in Ohé en Laak er 5 in brand gestoken. Gelukkig zijn de villa's op dat moment onbewoond, zodat niemand gevaar loopt. Maar wel raakt 1 van de villa's zo zwaar beschadigd dat deze onbewoonbaar wordt verklaard. En ook hier zijn interessante camerabeelden gemaakt van net voor de brand. Ja, want op deze foto's ziet u de vermoedelijke brandstichters. Het lijkt te gaan om 2 personen. Ze lopen daar in Ohé en Laak met jerrycans over de steiger bij die watervilla's. We zien alleen hun rug. Eén lijkt een beetje O-benen te hebben. Geef het door als u vermoedt wie deze 2 zijn. Die personen hadden een enorme hoeveelheid jerrycans bij zich. Ja, gelet op de hoeveelheid jerrycans die we uit het water rondom die huisjes gehaald hebben, is het goed mogelijk dat er meer daders zijn geweest. We vonden 8 rode exemplaren, 4 witte, een gele en een grijze. Die laatste 2 kunnen al in het water gelegen hebben. Maar zeker is dat in de witte en in de rode die brandbare vloeistof heeft gezeten waar de brand mee gesticht is. En hopelijk is er iemand die aanslaat op die combinatie jerrycans met die bewakingsbeelden. Ja, 6 dagen na deze brand is er dan die grote brand in Roermond. En dan was er tot slot in januari nog een grote en gevaarlijke brand in Wessum. In Wessum woedt op donderdagochtend 15 januari rond 5:15 een grote brand in de comfortpark Jachthaven aan de Wagenaak. De brand wordt ontdekt door een medewerker die daar die vroege ochtend aan het werk is en door zijn kantoorraam ineens een rode gloed ziet. Er staan meerdere grote, luxueuze woonboten in brand. Een extreem gevaarlijke situatie omdat de gasflessen die op de woonboten staan ontploffen. Uiteindelijk gaan 14 woonboten verloren. De woonboten zijn per stuk zo'n 4 ton waard. Samen met de vernieling van de steiger loopt de totale schade van deze brand dus ook in de miljoenen.
Ondertussen is duidelijk dat ook deze brand is gesticht. Doelbewust zijn mensenlevens in gevaar gebracht. Inmiddels is uit politieonderzoek duidelijk dat kort voor de brand over deze steigers 2 personen hebben gelopen. Maar het was nacht. De toegangspoorten tot deze steigers, waar de woonarken lagen afgemeerd, waren afgesloten. En niemand had daar op dat moment iets te zoeken. Deze 2 mannen worden door het onderzoeksteam dus als verdachten beschouwd. Ja, en die 2 mannen die in Wessem zijn gezien, dat waren misschien wel diezelfde brandstichters als die in Ohé en Laak zijn vastgelegd. Ja, die jachthaven in Wessem die ligt op een schiereiland met maar 1 toegangsweg. Ja, dat klopt. En we weten dat die woensdagavond 14 januari en de daaropvolgende nacht verschillende auto's via die verbindingsweg naar die jachthaven zijn gereden. We hopen dat er mensen die avond en die nacht zijn geweest en we roepen ze op zich bij ons te melden. Mogelijk hebben ze iets verdachts gezien. Misschien zelfs die mannen. Het waren er tenminste 2 die kort voor de brand daar bij die jachthaven rondliepen. En u zoekt getuigen niet alleen aan land? Nee, het geldt eigenlijk voor alle 4 de zaken. Maar zeker bij de brand in Wessem kunnen ook mensen vanaf het water iets gezien hebben dat met deze branden te maken heeft. En daarom roepen we de beroepsvaart op, maar ook mensen die in die omgeving op het water waren, zich te melden. Heeft u tips over de auto die gefilmd werd in Roermond of over de mannen met de jerrycans in Ohé en Laak? Of heeft u andere informatie waarmee het onderzoeksteam verder kan? Tip dan bijvoorbeeld via live.politie.nl. Buitenlandse bellers die kunnen terecht op dit nummer 0031-79-345-9876. En Nederlandse bellers kunnen zo een tip doorgeven. De opsporingstiplijn van de politie 0800 6070. Meld misdaad anoniem. 0800 7000. Team Nationale Criminele Inlichtingen. 079 345 8999.